Anton Musliu, 3-0 bij CC Apeldoorn, maar was geen gemakkelijke wedstrijd. Als je kijkt qua kansen die ze gehad hebben en wij, denk ik dat op zijn minst misschien gelijkspel wel verdiend was. Maar wij hebben wel een team die altijd kan scoren, dus ik denk dat we na die 2-0 eigenlijk wel terecht hebben gewonnen nog uiteindelijk. Ja, toch, je komt al heel vroeg op voorsprong. Wat gebeurt daar precies? Ja, volgens mij speelde die keeper van hun, die laatste man, een beetje te ver in of zo. Of hij kon niet aannemen en toen had Oepi onderschept hem en hij stak mij gelijk door en ik stifte hem net over de keeper heen. Ja, gelukkig ging het erin. Komt Harkemaas Boys, dus de eerste 5 minuten waren goed. Daarnaast sta je eigenlijk de hele eerste helft onder druk. Waar komt dat door? Ja, ik denk dat we wat moeite hadden met de backs eigenlijk. Want op een gegeven moment kon ik het ook niet meer bijlopen. Want je ziet dat die back heel dat overheen komt, En daardoor kreeg je ook steeds meer kansen. En we hebben met Erik natuurlijk die fantastische redding nog verricht voor ons. Maar ik denk uiteindelijk, goed gedaan toch. Ja, want het duurt, het begin van die tweede helft sta je nog steeds onder druk. Maar dan pas, 10 minuten voor tijd of zo, dan maak je 2-0 en dan is het pas klaar. Ja, we gingen met twee spits spelen en met de ruiter middenveld. En ik denk dat op een gegeven moment dan heb je meer Robert voor aanspeelpunt en ik daaronder of eroverheen gaan. Ja, bij de laatste bal die Robin gewoon goed eroverheen geeft en ik loop over de verdediging heen. Ja, hij gaat erin. En ik denk vanaf dan dat hun het dan ook niet meer kunnen vinden. Lange ballen geven en dan krijgen wij meer ruimte. Toen ook met 3-0, dan is het gedaan. Ja, je zegt al Fiesje tweede helft. Was dat wennen? Dat is de eerste keer denk ik dit seizoen dat Harkemaas de Boys gespeeld. Ik denk dat het gewoon voor de backs gewoon wat makkelijker was nu. Want nu had je Adams en Jesse die het gewoon kon opvangen met die rechtsback die opkomt en linksback. En daardoor misschien meer kon voetballen op middenveld. En ik denk dat het wel goed uitgepakt heeft. Kon je tenminste niet aan de goals. Dus, 3 punten weer, nog steeds bovenaan natuurlijk. Toch, het gaat dit seizoen niet altijd heel makkelijk. Toch win je altijd. Kun je aangeven waar dat aan ligt? Waar dat door komt? Misschien hebben we wat geluk mee, maar ik denk dat we gewoon echt een ploeg hebben die gewoon altijd kan scoren. En dat zie je vandaag ook weer. Misschien niet de beste wedstrijd voor ons, maar als je toch met 3-0 kan winnen bij Apeldoorn, dan is het toch knap, denk ik. Volgende week thuis tegen Flevo Boys, die ploeg die vorig jaar op de laatste dag van ons won. Speelt dat nog? Speelt. Ik denk dat we gewoon moeten winnen. We gewoon in de winterstop gewoon bovenaan moeten blijven. En dan de tweede helft van het seizoen gewoon de lijn doortrekken. En hopelijk dat we gewoon kampioen worden.